Nee, het zijn geen uitslapers. Bart, Kees en Piet, hoe moerestels wil je het hebben, mannen van de kerkhofploeg. Dinsdagmorgen 12 maart om 9 uur gaan de handen uit de mouwen. Ze gaan een bankje plaatsen bij het kapelletje. 80 jaar geleden aan de moerestelse gemeenschap geschonken door Karel Schade, heer van de Hoge Braken. Vanwege het 80-jarig bestaan van de kapel, in 1939 ingezegend op pastoor Jansen, biedt zijn zoon Ernst, samen met zijn vrouw Patricia, dit trouwbankje aan. Moergestel zou Moergestel niet zijn als het deze gelegenheid niet aan zou grijpen om even met z'n allen bij stil te staan. De verjaardag van de kapel, in combinatie met 75 jaar bevrijding, is reden genoeg om een mooi evenement te organiseren. Bart, Kees en Piet zijn zich intussen bewust van het belang van hun missie. Alle ogen zijn straks immers gericht op het zitmeubel dat op vrijdag 26 april in het middelpunt van de belangstelling zal staan. De komst van alle vier de kinderen van Karel Schade vanuit alle delen van de wereld maakt hun werk nog specialer. Karel Jan, Regien, Ernst en Felix keren speciaal voor het nu al in de dorpsmond geheten schadeweekend terug naar hun geboortedorp, waaraan ze zulke dierbare herinneringen hebben. Dankbaar voor wat hun vader in vroege jaren voor het dorp betekende, zal Moergestel hen met de nodige egaars ontvangen. De vrienden van Sint-Jan nodigen u uit om op vrijdagavond 26 april samen met Harmonie, Kerkkoor en Gilde van deze gebeurtenis een hele bijzondere te maken. Nou, dat is goed te rusten, Bart, na hard werken. Ja, dat wel. En het is nog een zwaar ding ook. En dan bij het kapelletje. Een mooi uitzicht. Ik denk... Dan kijken we mooi naar Moergestel toe. Ik denk dat er heel veel mensen gebruik van gaan maken van dat bankje. Want je ziet hier geregeld volk. Denk jij ook niet? Ja, ik denk het wel. Want de schaders geven deze bankje hier neergezet. En die wouden het dan deze kant hebben. Ja. Dus ik denk wel dat het schoon wordt. Nou, ik hoop in ieder geval dat er veel mensen gebruik van maken dat jullie niet voor niks hebben gewerkt. Dat hopen wij ook. Dus dan hebben we nog eer van ons werk. Zit u straks op het bankje, terwijl u van de rust geniet, zeg dan in gedachte dankje tegen Bart en Kees en Piet. Thank you.